Zo gaat het al 3 weken bij Albert Heijn. Je krijgt een kassabon en voetbalplaatjes. Bij iedere 10 euro aan boodschappen 5 plaatjes. En dan is het plakken en ruilen geblazen om het album vol te krijgen. Woensdagmiddag was er in het hele land de kans om de plaatjes die je dubbel had te ruilen met anderen. En dat zorgde in de XL-vestiging in Tilburg voor een wijnafdeling vol kinderen. Ik vind het gewoon heel verslavend en is heel leuk. Ik hou heel veel van voetbal en daarom hou ik er zo van. Ja, dat je dat kunt bewaren. Voor 10 euro 5 voetbalplaatjes, dus dat is wel heel veel tegelijk en zo. Ja, dat vind ik wel fijn om te sparen en zo. Gratis ook. Wat zeg je? Van PSV heb ik nu heel het team compleet. Je hebt het hele team al? Want ik had eerst het half team en heb ik 3 dubbel. En nu heb ik het hele team in 1 keer. Ja, dat was geluk. Het was wel heel veel dat ik gewoon kreeg tegen 3 kaartjes en zo'n stapel. Kijk, dat zijn de goede ruilen, of niet? Ja. Moet je nou nog in de bakken kijken wat er ligt? Kaartjes die ik nog niet heb tenminste. Ik kijk even met je mee. Oké. Deze heb ik zo'n heel tolofje, hè? Ah. Bingo. 62. Kijk. Heb je nou nog een lijstje bijgehouden? Ja, dit is een lijstje. Oh, laat eens zien. Wat we nog moeten? Ik heb geen pen om de door te krassen, maar ik kan het allemaal onthouden, want ik vind alle nummers van de kaartjes aan mijn hoofd. Dat meen je niet. Dit zijn alle kaartjes die ik nog moest. Maar ik heb van ADO Den Haag heb ik nog helemaal compleet van die jongen die me nog af. Van Ajax moet ik nog deze en deze. Van AZ, ja, ook naar 3. Van Feyenoord, die heb ik nu ook helemaal weer compleet. De graafschap. 62 heb ik net gepakt. En nu moet ik nog... Alleen 70 nou. Het is nog slecht weer, hè? Ik heb er weer een die ik niet moet. Die ik nog moet. 122 van NAC. Lekker. Een complete verzameling bestaat uit 270 plaatjes. Met nog een week te gaan is de supermarktketen door de voorraad heen. Ruilen is dus nu nog de enige manier om je album vol te krijgen.